aan dacht, ik dat ik nooit meer je stomme grappen zou horen. Dat je nooit meer die vieze magnetron macaroni voor me zou maken. Dat we nooit... Ik hou gewoon superveel van je. Als we zo'n serum al kunnen vinden, is de uitbraak al voorbij voordat die effectief gebruikt kan worden. Ja. Het bestuur heeft het al besloten. Maar daar hoeven we ons toch niet bij neer te leggen? We? Dit is mijn afdeling, niet die jouw. Of jij een tijdje hier wil logeren. Waarom? Omdat ons huis wordt verkocht. Hoezo dan? Omdat we gaan verhuizen. Een mens wil wel eens wat anders. Maxime. Wat een verrassing. Kun je het niet meer betalen? Nou, het is inderdaad wel een beetje duur. Zie je nog? Nee, jij moet gaan slapen. Nou... Slaap lekker. Ja. Ze mag toch wel een tijdje hier blijven? Ja, als Maxime niet wil, schat, dan kan ik haar niet dwingen. Waarom niet? Het was toch zo leuk laatst hier met z'n allen? Maar ik woon al ergens. In een hotel. Dan kom ik daar wonen. Die kamer is te klein voor ons tweeën. Nee, jij gaat gewoon lekker een tijdje hier zitten. En ik ga op zoek naar een ander huis. Als ik iets kon doen, dan deed ik het. Ja, misschien is er een medicijn in het buitenland. Of weet ik veel. Schat, luister. Hij kan toch iets proberen? Jij hebt nou het aangereden en voor dood achtergelaten. Dit is wel het minst dat je kan doen. Lieber. Als jij niks doet en hij gaat dood, dan is het jouw schuld. Ik niet opnemen. Nee. Dit is de voicemail van Lorena González. Laat je bericht achter na de piep. Ja, hoi, met mij. Ja. Ik dacht, misschien is het leuk om morgen te lunchen bij mij op de boot. Of de Rozenboom, ergens anders. Dus, nou, kijk maar. Ach, het is toch op mijn zak. Ik wil een caravan huren. Een caravan voor mevrouw? Die lijkt me wel oké. Wat kost dat? Top exemplaar. €500, alles erop en eraan. Plus 30 aan schoonmaken en beddengoed. En die daaronder? €275. Schappelijk prijsje, hoor. €175. Ja, lijkt me goed. Die doe ik. Vooraf betalen graag. Voordat er een serum ontwikkeld is, is de uitbraak van het virus waarschijnlijk al voorbij. Waarschijnlijk. Ik vind dit net zo frustrerend als jij, maar... Ik heb gedaan wat ik kon, maar... Het is mijn beslissing niet. Dan doen we het toch zelf. Ik betaal, jij ontwikkelt. Ludo, dat kan me mijn baan kosten. Mijn schoonzoon is ziek. Mijn dochter loopt gevaar. Mijn hele gezin. En trouwens, jouw situatie hier is toch niet anders? We doen het. Er is een berichtje voor je. Ik denk dat het nogal belangrijk is. Moeten we hier zitten wachten tot mevrouw Bram terug kan brengen? Of moet ik hem zelf gaan halen? Jullie krijgen Bram niet terug. Sjoerd staat achter me. We gaan samen voor Bram zorgen. Rikkie en ik willen de voogdij terug. Wat doe jij nou hier? Nou, ik heb nog een check-up gehad. Ja, ik wilde 100% zeker weten dat ik niet meer besmettelijk ben. Maar intussen kom je iedereen hier nog even aansteken. Ik ben ontslagen uit het ziekenhuis. Ik ben beter. Dat is heel fijn voor je. Maar Arnoud niet. Die ligt daar ze vechten voor zijn leven. Omdat jij zo nodig dat virus in de rondte moest hoesten. In plaats van meteen naar een dokter te gaan. Het ging per ongeluk. Ik wilde je telefoon pakken. En nou ja, voor ik het wist lag Lucas daar open en bloot. Nou, je hoeft je nergens voor te schamen, hoor. Als het nou een foto van een of ander kippenbosje was. Maar Lucas, die mag er zijn, zeg. Ik zou het wel weten. Jammer dat hij niet op vrouwen valt. Ja, maak er maar grap over. Lieverd, je vader en ik stuurden elkaar vroeger ook altijd hele pikante foto's, hoor. Mam, we hadden natuurlijk nog geen mobieltjes. Weet je wat wij deden? Wij stuurden elkaar Polaroids. Mam, ja, serieus? Je hebt ook gelijk. Ik mag jou niet beschuldigen. Nou, ik bedoel, het mag wel. Als het oplucht. Ik lucht niet op. Moet je hem nou zien liggen? Zo stil. Zo wit. We zijn toch volwassen mensen? Dit kunnen we toch normaal bespreken? Rikki en Sjoerd hebben een weloverwogen beslissing genomen. En ja, het heeft inderdaad wat langer geduurd dan volgens de regels mag.
Je gaat een kind toch niet bij zijn echte ouders weghalen? Moeten we er een arts bij halen? Het lijkt alsof hij pijn heeft. Ja, dan moeten we er een arts bij halen. Hij heeft pijnstillers nodig. Die heeft hij toch al? Ik ga even overleggen. Heb je pijn? Oh, Laura? Wacht maar. Heb je vast gehoord? Misschien moeten we dan allebei naar onze kamers gaan. Kleed je je dan voor me uit? Ja. En maak je dan een foto? Ik weet iets beters. Ik zet mijn webcam aan. Bram hoort bij ons. Het wordt tijd dat jullie dat accepteren. Kom maar. Sjoerd, ik bel je. Ja? Oké, als jullie het zo willen spelen, prima. Maar dan is de tijd van praten nu ook voorbij. Waarom zou ik nou boos zijn? Nou, je doet zo afstandelijk. Ik? Ja? Je was eerst zo lief over dat je brandnetelteven voor me wilde halen en wat je zei over ons. Ik kon daar niet meteen op reageren. Dat was wel duidelijk, ja. Is dat het? Ben je daarom zo boos? Het maakt niet uit wat ik heb gedaan. Je houdt van me. Waarom zou je anders zoveel moeite doen om het te ontkennen? Wij kunnen hier allebei winnen. Ik word doodmoe van jou. Doe niet zo dramatisch. Ik logeer gewoon in de rozenboom. Oké. Ik ben hier voor Curano, een vriend van me. Op een camping? Ja. Niet elke kunstenaar heeft succes. Hij is heel getalenteerd, maar hij kan er nog niet van leven. Ik kan niet opnieuw ziek worden en ik kan niemand meer aansteken. En? Ja, dat wisten we toch al? Ja, maar ik wilde het liever nog een keer checken. Ja, maar ik bedoel verstandig op een andere manier. Stel je voor dat je me was gaan terugzoenen, dat was natuurlijk een ramp. Dank je. Dan hadden we weer allemaal gedoe. Zat jij weer met vervelende vragen. En dat is helemaal niet nodig. De kaaskroketjes. Kom eraan. Is dat je diner? Nee, ik ga straks niet meer in de rozenboom. Oh, zal ik reserveren voor je? Vraag ik gelijk of ze je bed even opschudden. Klootzak. Sorry. Dat zeg ik. De rest van de wereld. Nee, dat zeg ik. Voor jou voelt dit juist ontzettend goed. Nee. Je bent bang wat iedereen hiervan denkt. Nee. Als ik zou weten dat wij echt gelukkig kunnen zijn met z'n tweeën, dan zou ik me helemaal niet kunnen uitmaken wat de rest van de wereld zegt. Maar ik weet nu alweer dat jouw ego gaat opspelen dat je... Vanaf nu ben jij Danielle de Jong. Een creditcard. Vertrouwen we dat wel toe? Ik ga ervan uit dat je geen dure schoenen koopt ervan. Ik ben een arme student, weet je nog? Een creditcard op zich is het wel fijn om op zwart op wit te hebben wat ik je verschuldigd ben. Je bent me niks verschuldigd, hier. Maar ik betaal je binnen 3 maanden terug, met rente, anders doe ik het niet. De enige reden dat je niet meteen zoende toen je me thuis gebracht was, omdat ik zeker wilde weten dat je niet muziek kan maken. Ik wil je ook niet kwijt. Jack. Blijf je? Ja. Kom maar. Zeg het. Ik kan het. Ik wil dit. Ik wil jou. Ik wil ons. En Ricky? Is hij thuis? Rick, wat leuk. Wat doe jij hier? Hij gaat Vaand aan de school brengen. Ja. Nee, gaan we samen eerst even ontbijten. We kunnen wel gebruik naar vannacht. Ik denk dat jullie juist een rechtszaak moeten zien te vermijden. Praat erover met George en Bing. Ja, je moeder heeft gelijk. Een rechtszaak is echt gewoon de allerlaatste optie. Stel, hè, als de rechter nou beslist om Bram niet aan jullie toe te wijzen. Denk je dan dat George en Bing nog openstaan voor een omgangsregeling? Het risico nemen. Ik wil het beste voor iedereen. En vooral voor Bram. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar je doet heel raar.
Ik ben jou geen verantwoording meer schuldig. Wij zijn uit elkaar. Jongens, rustig. Ik weet dat dit heel moeilijk voor je is, maar hij verdient de waarheid. Het is niet leuk voor je, maar Charlie en ik zijn weer samen. Waarom doe jij dit? Dit is dus niet wat jij denkt dat het is. Is het waar? Heb je een relatie met hem? Het ene moment wilden ze Bram terug, het volgende moment wilden ze niets meer met hem te maken hebben. Dat was heel verwarrend. Ja, is het dan zo gek dat ik er nu niet meer vertrouw? Is het dan zo gek dat ik absoluut wil voorkomen dat Bram uit de veilige omgeving wordt weggerukt? Nee. Nee, dat is helemaal niet gek. In jouw plaats had ik precies hetzelfde gedaan. Ik ben niet vreemd gegaan. Hij wil jou, jij wil hem. Ik heb hem afgewezen. Je hebt met hem geslapen vannacht. Ja, mag ik? Dat je alweer naast iemand anders in bed kan liggen. Zo is het helemaal niet. Ik vind het heel erg dat het niet gelukt is tussen ons. Tuurlijk. Gooi er maar weer een paar leugens tegenaan. Bram wordt er de dupe van als hij niet opgroeit bij de mensen bij wie hij hoort. Bij ons. Bij zijn eigen ouders. Laat hem los, Jos. Er zijn zoveel andere kinderen die niet gewild zijn door hun eigen ouders. Suggereer je nu dat ik Bram kan inruilen? Ik hou van hem. Het is mijn zoon. Jij beslist niet voor mij wat ik wel of niet met jou heb. En je hebt helemaal niet het recht om dat tegen Rick te zeggen. Want? Ik wil niet gepusht worden. Je krabbelt terug. Nee, maar ik ben er gewoon nog niet over uit. Ik heb geen zin om daarop te wachten. Jij weet wat ik wil. Zorg ervoor dat jij weet wat jij wilt. Ging het niet goed met George? Nee. Zij vindt dat Bram bij hun hoort. Ik had dit willen vermijden, maar ze is zo star. Wij gaan gewoon een hele goede advocaat zoeken. Bram komt bij jullie, hoe dan ook. Ik heb besloten om Sjoerd en Ricky te helpen bij het terugkrijgen van de voogdij. Ik ga ze helpen met een advocaat zoeken. En betalen. Geen sprake van. Maar daar werd morgen wel over. Ik heb jouw toestemming niet nodig. Ik ben beter. Eindeloos getest. Ja, daar dacht ik niet aan, hoor. Iedereen die me ziet, die denkt eraan. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd, hoor. Dus... Nog steeds geen verandering? Nee. Nee, mensen blijven weg, hè. Ze zijn bang. Ja, door mij. Nou, door het virus. Ja, dat ik hier naartoe heb gebracht. Ik wil ze gewoon heel graag helpen. Of jij dat nou goed vindt of Hoe niet. Hoe kun je hier nu over beginnen? Omdat het nu speelt. Ja, maar je weet toch waar ik mee bezig ben? Als het uitkomt dat ik een serum ontwikkel, dan raak ik alles kwijt. Dan hebben we niet eens geld om dit huis te betalen. Laat staan een advocaat. Jij wil Sjoerd niet helpen vanwege het geld? Nee, ik kan hier nu even niet mee bezig zijn. Ik heb hier geen ruimte voor in mijn hoofd. Kom hier dan. Het idee is dat ik bloedplasma's afdraai waar de antistoffen in zitten. Dat zijn er heel weinig, dus die moeten meteen worden geïsoleerd en met behulp van de recombinant DNA-techniek vermenigvuldigd. Hm. En voor een leek komt dat neer op? Ik heb jouw bloed nodig. Mocht het uitkomen, dan hou ik je overal buiten. Dat beloof ik je echt. Je zei net iets over de kosten. Je kunt het ziekenhuis wel niet betalen. Je betaalt er. Een anonieme donor, zullen we het daarop houden? Oké. Dan maar af. Rechtszaak kost een hoop geld. Ik kan me dit nu niet veroorloven nu de kans bestaat dat ik mijn baan verlies. Ik wil die advocaat van mijn geld betalen. Hoezo jouw geld? Dat geld wat ik bij Charlie's heb verdiend. Oh, dat noemen we in één keer jouw geld? Ik wil Sjoerd helpen. Je helpt hem meer om hem van dit idiote plan af te brengen. Bram is beter af bij Sjors en Bing. Dat mag jij denken, maar ik denk iets anders.